En ook het personeel bij de Dienst der Belastingen is vanaf vandaag wederom in beraad. De Bond Personeel Dienst der Belastingen, die onder het ministerie van Financiën en Planning valt, is het wachten op een antwoord en beter werkomstandigheden zat. Voorzitter Latoya van Dijk Alimunadi zegt aan onze nieuwsdienst dat behalve de kassa geen enkele andere afdeling van de dienst werkzaamheden uitvoert. Het bestuur heeft al sinds het vorig jaar een wensenpakket ingediend met verschillende dringende zaken die aangepakt dienen te worden bij de Belastingdienst. Ook bij de nieuwe regering kregen zij nul op het request. Het is straks een jaar en we zien nog niets. Dus ik vraag aan de regering van hieruit om serieus naar ons te kijken. Om ons die waardering te geven als belastingdienst, als belastingambtenaar. Want wij willen wel het werk doen. We willen dat het land goed gaat. Maar wat gaat u van ons kunnen verwachten? Als wij ook zo zwaar gedemotiveerd zijn. Als niets van ons loopt. Ik vraag echt om ons aan te horen en met oplossingsmogelijkheden te komen. Onze wensenpakketten zijn daar. Laten we praten. Ondervoorzitter Rijssel Daarsson zegt dat er in de media constant over de belastingen en de gemaakte plannen wordt gesproken. Maar de Belastingdienst zelf, dus de belastingambtenaren zelf, die weten bijna niet zoveel van de zaken die de regering wil doen. En we willen graag dat als er zoveel over ons wordt gesproken, dat we graag bij die dingen betrokken worden, dat we graag de tools krijgen die, die we nodig hebben. En het is zoals mevrouw Latoya daarnet al zei, is het niet iets van 2 jaar geleden, maar we vechten er al jaren voor. We vechten al jaren ervoor dat men ons gaat waarderen, men ons de nodige tools geeft die wij nodig hebben om ons werk te doen. We weten dat op dit moment dat het moeilijk eraan toe gaat qua financiën en zo, maar tenminste doe wat nodig is voor de belastingambtenaar, voor de belastingdienst, om mee te helpen, want we willen mee helpen. Rijssel Daarsson, ondervoorzitter Bond Dienst der Belastingen. Het personeel blijft in beraad totdat zij zijn aangehoord door de regering.